Verkeersregelaars moeten de doorstroming van het autoverkeer op de burgemeester de Raadsingel verbeteren. Sinds de afsluiting van de Spuiboulevard en de Crispijntunnel loopt het verkeer in de spits helemaal vast. De regelaars kunnen met de hand de verkeerslichten bij het station bedienen. D66 wil van het college weten of er bij wegwerkzaamheden wel voldoende gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om verkeersmaatregelen tijdelijk te veranderen. Door bijvoorbeeld een inrijverbod op te heffen kan zo'n weg dienen als omleidingsroute. ChristenUnie, SGP en GroenLinks stelden dat dinsdag al aan de orde. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor de brandstichting in een woning aan de Jagerweg in Sternburg. Het gaat om een 18-jarige man uit Den Haag. Eerder werd al een 27-jarige man uit dezelfde plaats gearresteerd. Bij de brand raakten 3 bewoners gewond, waarvan 1 ernstig. De Laan der Verenigde Naties is komend weekend afgesloten tussen de Nassauweg en de Karel Doormanweg. Dat is in de richting van de binnenstad. De rijbaan wordt opnieuw geasfalteerd. De werkzaamheden starten vrijdagavond om 9 uur. Maandagochtend om 6 uur gaat de weg weer open voor verkeer. Het weekend daarop wordt er ook geasfalteerd, maar dan in tegenovergestelde richting.